van harte welkom allemaal in de smederij. Mijn naam is Meerte Breukink, ik ben programmamaker bij KAST. Welkom ook aan de mensen thuis die aan het meekijken zijn. Maar hier zitten we toch het beste, want we zitten hier vlak bij de Lokhalde, hoofdrolspeler van vanavond. De Lokhal was al eerder hoofdrolspeler bij KAST. Op twee eerdere bijeenkomsten, één keer in april 2015. Ik heb er nog een beeld van meegenomen. Dat was een kennismaking met de ontwerpers en de gebruikers van de Lokhal. Die ontwerpers waren de Cloud Collective, Braaksma en Roos en Inside Outside. En een volgende bijeenkomst was in november 2015. Toen werd het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Dat is alweer even geleden. Er is een hoop gebeurd in de tussentijd. De stad heeft nog de gelegenheid gehad om de Lokhal te gebruiken. Kleine initiatieven kregen daar de ruimte. Ondertussen experimenteerde de kennismakerij, onze proeftuinbibliotheek, ook door met de toekomstige rol van een bibliotheek. En de Lokhal is natuurlijk nog steeds een work in progress. En gelukkig gaat men niet over één nacht ijs met het maken van zo'n gebouw van deze omvang en van deze betekenis voor de stad. Er zijn heel veel partijen bij betrokken. En daar kwam er recent ook nog eentje bij. Er is een aannemer geselecteerd met een beetje ingewikkelde naam. Ik moet dan altijd even spieken. W van D en WSI. Een aannemer uit Winterswijk. En dat betekent dat we toch binnenkort wel de eerste stappen kunnen gaan zien in die Lokhal. We moeten nog even geduld hebben. Het duurt nog in ieder geval tot 2018 voordat we daar weer naar binnen kunnen. Maar voorlopig kunnen we wel vooruit denken en dromen over de Lokhal. En dat is wat wij vanavond graag met u willen doen. We willen vanavond graag ook met u verder denken. Over de betekenis van de Lokhal voor de stad. We hoorden vandaag nog in het nieuws dat er weer meer boeken worden geleend bij de bibliotheken. En minister Bussemaker zou daarop hebben gezegd dat bibliotheken zich opnieuw uitvinden en aantrekkelijke ontmoetingsplaatsen worden. Nou, dat is ook precies waar we op hopen dat de Lokhal die functie gaat vervullen. Het is natuurlijk niet alleen een bibliotheek, er zijn ook een aantal andere gebruikers, toekomstige huurders van de Lokhal, BKKC, Kunst, Bali en Seeds to Meet. Maar het is een ruimte die wij als stad met z'n allen willen gaan gebruiken. Dat betekent dat het onderdeel moet gaan worden van ons publieke domein. Zowel buiten als ook binnen. En als we het over binnen hebben, hebben we het over het publieke interieur van de stad. Hoe werkt nou zo'n publiek interieur, vroegen wij ons af. En wat zijn dan de eisen? Hoe geef je dat vorm? En hoe geef je dat vorm in het geval van de Lokhal? Nou, over dat laatste kan natuurlijk niemand anders beter vertellen dan een van de ontwerpers van de Lokhal. Petra Blaise komt later vanavond aan het woord. Wij gaan eerst luisteren naar Matthijs de Boer. Hij is van het gelijknamige bureau Matthijs de Boer Stedenbouw in Rotterdam. Hij maakte een boek over het ontwerp en het gebruik van publieke interieurs. En hij deed daarvoor uitgebreid onderzoek naar de betekenis van publieke interieurs. Hij zocht naar de condities en de kansen voor publieke interieurs. En we hebben hem gevraagd om daar vanavond over te komen vertellen. En daarin ook de Lokhal te beschouwen. Ik kom straks weer even bij jullie terug, ook voor een vragenronde. Mochten er hele dringende vragen zijn tussendoor, dan mogen jullie dat ook stellen. Maar we willen er zoveel mogelijk even tot het eind van de presentatie bewaren. Ik ga mijn mond houden en ik wens jullie veel plezier. Matthijs? Dag allemaal, ik vind het ontzettend leuk om hier vanavond iets over de spoorzone en de Lokhal te mogen vertellen. Ik heb mij voorbereid door eens even via internet onder andere te bekijken wat er allemaal al over is gezegd. En dat is heel wat. Dus ik kan niet echt garanderen dat ik daar heel veel nieuws aan toe te voegen heb.
Maar ik vind het wel de moeite waard om vanuit dat perspectief van het publieke interieur eens even wat dingen bij elkaar te brengen. Dus dat hoop ik dan te bereiken vanavond. Dat is de titel van mijn verhaal. Daar kom ik straks op terug wat dat precies te betekenen heeft. Vroeger startte men een verhaal met, ik heb het thema even opgezocht in de Dikke van Dalen en daar staat dan dit en dit en dit en dan blijkt de werkelijkheid heel anders in elkaar te zitten. Tegenwoordig kijk je niet meer in de Dikke van Dalen, maar op het internet en het kaartmateriaal en andere informatie die daar te vinden is, levert een hele hoop wetenswaardigheden op. Dit is gewoon de luchtfoto zoals die makkelijk via Google te vinden is van een stukje centrum. Met rechts in beeld de huidige plek van de bibliotheek, liggend aan een gezellige, levendige markt aan de rand van het centrum. Of zoals deze recensent zegt, dus als je dat icoontje van de bibliotheek aanklikt, dan is dit de pop-up die je te zien krijgt. De bibliotheek zit midden in het centrum, op het Koningsplein. Het is echt een immens groot gebouw en dat moet ook wel, want ze hebben, nou ja, dan komt er van alles nog wat over waarom dat zo'n groot gebouw moet zijn. Maar wat mij intrigeerde was dat midden in het centrum. En dan kun je al snel de conclusie trekken als de huidige bibliotheek aan het Koningsplein midden in het centrum zit, dan zit de nieuwe bibliotheek straks in de spoorzone, dat niet. En de vraag is nog even van, klopt dat dan helemaal, hè, dat midden in het centrum? Maar in elk geval, daar is iets aan de hand. En ik denk dat het goed is om even, voordat we echt op de Lokhal inzoomen, eerst even uit te zoomen naar wat betekent het centrum van Tilburg nou precies? Wat is dat nou precies? Waar ligt dat en hoeveel uitbreiding kan dat ook nog verdragen? Dat is het eerste waar ik het over wil hebben. Dan probeer ik even in het kort uit te leggen wat ik versta onder publiek interieur. Dat is niet een soort keiharde definitie, maar dat is een begrip wat voor allerlei interpretaties vatbaar is. Ik vind het juist het leuke dat iedereen aan wie je uitlegt wat publiek interieur is, volgens mij dan, die zegt onmiddellijk van, oh ja, maar ik dacht van dat dit of dat gebouw ook een publiek interieur heeft. En past dat wel bij jouw definitie? En zo heeft iedereen daar zijn eigen verhaal over. Dat is goed voor de stad, denk ik. Ik ga even in op het fenomeen bibliotheek en stadshal en die combinatie. En tenslotte zeg ik iets over de tekening. En dan bedoel ik zowel feitelijk de tekening, hè, dus een grafische weergave van de werkelijkheid op een plat vlak. Maar ik bedoel natuurlijk ook de ontwerptekening en het ontwerp, het belang daarvan. Even uitzoomen. Een min of meer willekeurige te koop staande woning in Tilburg. Niet in het centrum, zeg ik er direct even bij. Ik heb niet in het centrum gezocht. Maar in de Vlachtweddestraat, in de buurt van Reeshof. En dit is dan de kaart die er bij Funda bij staat en de beschrijving van de woonomgeving. En als je dat dan leest, en met name dat stukje wat niet direct over het Weidse uitzicht gaat. Het woord Tilburg of centrum komt daar helemaal niet in voor. Dus wat ik daarmee wil aangeven is dat het voor Tilburg echt een opgave is om de mensen die in Tilburg wonen bij die stad te betrekken. Om ervoor te zorgen dat Tilburgers ergens een centrum herkennen waarmee ze zich identificeren en waar ze ook hun voorzieningen vinden, hun stedelijke voorzieningen. Nou, als je dan nog wat verder uitzoomt van die ene woning die dan te koop is, dan zie je dat de afstand tussen Breda en Tilburg nauwelijks verschilt. Het is als het gaat om het centrum. Den Bosch is buiten beeld, maar is ook dichtbij. En Eindhoven is natuurlijk groter dan Tilburg. Den Bosch en Breda, allebei zou je kunnen zeggen concurrenten met een historische binnenstad. En dan even terug naar die beschrijving. Hè. Dus het treinstation Reeshof snel te bereiken. Daar zijn alle benodigde voorzieningen te vinden. Dus eigenlijk hoef je niet eens verder. Denk hierbij aan winkels, scholen en sport. En er is een snelle ontsluiting naar de omliggende dorpen en de diverse snelwegen. Dus nogmaals, Tilburg wordt niet genoemd. Je kan snel naar de snelweg en dan kun je ook net zo makkelijk naar Breda of Den Bosch, et cetera.
Dat is iets wat Tilburg echt heel goed in de gaten moet houden bij de ontwikkeling van de spoorzone. En in het bijzonder ook bij het maken van publieke voorzieningen in die spoorzone. Nou, hier zie je dan nog even dat centrum. Wat groter in beeld. Het beeld is niet heel erg scherp van kleur. Ik weet niet of daar iets aan gedaan kan worden. Maar het is goed om te... Nou ja, misschien is het eigenlijk wel des te beter, want... Het centrum kun je nauwelijks onderscheiden van zijn omgeving. En dat is in de werkelijkheid in Tilburg nou toevallig ook net het probleem. Maar er is een wat donkerder tint in de Google-kaart aangegeven wat dan het centrum is. Aan de zuidrand daarvan is de Schouwburgring gemaakt. Waar uiteindelijk, en aan het einde daarvan zit ook die bibliotheek. Maar er staat een schouwburg, er staat de Fontes Hogeschool voor de Kunsten met zijn balletzaal. En dan die bibliotheek aan het Koningsplein. En dat is dus echt gemaakt als een soort culturele zone waar je al die voorzieningen op loopafstand bij elkaar vindt. Ga je nu één van die voorzieningen daar uittrekken en naar een hele andere plek brengen, dan moet je goed uitkijken wat je doet. Dus de kennismakerij ligt vooralsnog helemaal niet in het centrum, ligt aan de overkant van het spoor. En die lokhal die staat daar ook te wachten op zijn nieuwe bestemmingen. We zien wel langzamerhand, daarom zitten wij ook hier, dat het gebied tot leven komt. Dat is een goede zaak. Er zijn ook kansen. Met name door het fraaie industriële erfgoed, wat hier ruimschoots voorhanden is en waar je mooie dingen mee kan doen. Daar houden mensen van, daar krijg je ze ook wel naartoe. Maar wat ik vanavond wil vertellen is dat ik vind dat met name de gemeente daar nog wel ontzettend zijn best voor moet doen. Om te zorgen dat die publieke interieurs tot stand komen. Een stadshal, publiek interieur bij uitstek, inclusief die bibliotheek. Maar dat het daarmee niet gedaan is, want dat het publieke exterieur daar ook heel erg goed op moet aansluiten. Dat is één verhaal, dat is onscheidbaar. We wandelen even door het gebied, kort geleden, dus met winters licht zal ik maar zeggen. En dan zie je dat die ruigheid van die omgeving, die heeft wel wat. Maar tegelijkertijd constateren we dat als je het verhaal wil verkopen dat de gebouwen hier prima toegankelijk worden als publiek interieur met de functies die daarbij horen, dan moet er nog wel het een en ander gebeuren en dat moet goed worden als ruimtelijk probleem goed worden geanalyseerd en vervolgens ook goed ontworpen. Deze weg met die slinger erin, is het de Brokslaan? Dat is ook natuurlijk een enorme barrière, niet naar de centrumkant, maar naar het noordelijke gebied. Waar uiteindelijk de spoorzone natuurlijk ook goed op moet gaan aansluiten. En dit, hier vlakbij, zou wel eens het belangrijkste beeld van mijn presentatie kunnen zijn. Want deze net opgeleverde voet- en fietstunnel onder het spoor door, die maakt nou echt die verbinding met het centrum mogelijk voor voetgangers. Waardoor dat circuit, het circuit voor de gewone Tilburger en voor de bezoeker, een soort begrijpelijk geheel zou kunnen worden. En daar zit natuurlijk maar een schakeltje in. Bovendien zou je kunnen zeggen, nou, je loopt hier even onder dak, hè, je bent overdekt, je staat onder het spoor. En in zekere zin heeft die ruimte, die plek ook interieure kwaliteiten gekregen. En dat is een belangrijke stap, denk ik, in de richting van het proces om die spoorzone werkelijk toegankelijk te maken en daar echt een goed stuk stad van te maken. Nou, bij de bibliotheek hebben ze ontzettend goed begrepen waar dat over gaat. Een kennismakerij, dat is natuurlijk een ontzettend aardige woordspeling. Maar heel nadrukkelijk komt daar de term boek ook niet meer in voor. Hè. Het is niet een boekerij, maar het is een kennismakerij. En de ontmoeting speelt daar een ongelooflijk belangrijke rol. Het is eerder gezegd. Maar volgens mij heeft de kwestie van hoe je nou die ontmoetingen op een vanzelfsprekende en goede manier voor elkaar moet krijgen in Tilburg, in de spoorzone, daar moet nog wel even hard aan gewerkt worden. En het volstaat dus niet om te zeggen, wij ontmoeten elkaar hier, dat moet ook mogelijk gemaakt worden. Nou, ondertussen is het natuurlijk prima dat als een soort pilot deze kennismakerij daar alvast is gevestigd. En ondertussen zien we ook andere leuke dingen daar ontstaan. Dus het broedplaatsidee dat functioneert, dat loopt. En ik denk dat Tilburg daar ook heel goed mee bezig is.
heb gewoon even een uurtje rondgelopen en wat foto's gemaakt van, laat ik maar zeggen, de gezelligheid buiten en, of binnen en de kou buiten. En dat contrast, ook als het gaat om de hoeveelheid kleur die je ziet, et cetera, de toegankelijkheid, de sfeer, is op dit moment wel enorm groot. De noordelijke uitgang van het station is natuurlijk belangrijk voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de lokhal straks. En die lokhal zelf die staat daar toch nog wel als een tamelijk ontoegankelijke, weinig uitnodigende mastodont in dat gebied. Daar mag nog wel het een en ander aan gebeuren. En ik wil er dan ook direct een pleidooi voor houden dat de ontwerpers die zich daarmee bezighouden, dat hun opdracht zich niet heel erg binnen dat gebouw blijft afspelen, maar ook naar buiten kan komen. En dat de directe omgeving daar goed bij het ontwerp betrokken wordt. Want binnen en buiten vormen tenslotte samen één stedelijk milieu. Als je wil dat interieurs en exterieurs samen iets gaan doen, dan zit juist op het grensvlak het spannende van die opgave. Ik heb daar, zoals al gezegd, is een boek over geschreven. Het heet Binnen in de Stad. Het gaat over het ontwerp en het gebruik van publieke interieurs. Ik geloof dat daar een belangrijke ontwerpopgave is. Het gaat niet alleen om het aankleden van de binnenruimte. Het gaat ook over het ontwerpen van de buitenruimte en om een netwerk van buitenruimte in de stad. Waarmee al die plekken waar mensen gewoon op een leuke, spontane manier naar binnen kunnen lopen, dat netwerk goed functioneert. En dat die interieurs met die functies die zich daarvoor lenen, daar ook in opgenomen zijn. Publiek interieur, daar versta ik onder al die plekken in de stad die voor iedereen toegankelijk zijn, terwijl ze feitelijk misschien niet tot de openbare ruimte behoren. Een warenhuis is privé-eigendom, heeft ook een commercieel doel, maar tegelijkertijd kun je er toch zonder enige koopverplichting naar binnen lopen. Je kunt er rondlopen en dan vaak aan de andere kant weer uit, zodat er ook een route door de stad door zo'n warenhuis heen loopt. Ze doen het niet allemaal even goed, dus V&D is eigenlijk een heel sneu voorbeeld, want waarom vinden wij het zo erg dat de V&D er niet meer is? Niet vanwege die spullen, want die kochten we niet, blijkbaar. Maar vanwege het feit dat het een gebouw in de stad is, waar je vrijblijvend naar binnen kan. Dus het is een publiek interieur en in die zin interessant en belangrijk voor de stad. Publieke interieurs faciliteren de ontmoeting en de ontmoeting is eigenlijk de bestaansreden van de stad. Staat natuurlijk onder druk, hè? Want met de mogelijkheden van internet, met de smartphones, is het helemaal niet meer nodig om elkaar fysiek in de stad te ontmoeten. Men spreekt ook tegenwoordig over fysieke winkels, in tegenstelling tot de internetwinkel. Je hoeft niet meer de stad in, maar mensen doen het toch. En daarom vind ik het altijd leuk om dit soort beelden te laten zien. Mensen zoeken elkaar op in de stad, ondanks het feit dat dat helemaal niet meer nodig is om voor allerlei diensten en functies die stad in te gaan. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je dan allebei zo'n mobieltje hebt, zo'n smartphone, want anders gaat het alsnog mis. Ik heb mij ontzettend laten inspireren door de kaart die Giambattista Nolli in 1748 van de stad Rome tekende. Hij had een hele nieuwe manier gevonden om de stad weer te geven, anders dan tot dan toe gebruikelijk. Je zag vaak die oude kaarten met die soort perspectieftekeningetjes van de gebouwen erop. Heel herkenbaar natuurlijk. Maar hiermee wordt de stad eigenlijk op een andere manier geanalyseerd. En dan gaat het heel erg over dat netwerk van publieke interieurs en exterieurs. Er waren ook in die tijd, in de baroktijd, gebouwen die je als voetganger, als stedeling gewoon vrijblijvend kon betreden. En die gebouwen zijn in deze kaart opengewerkt. Die hebben hetzelfde wit eigenlijk als de straten en de pleinen, waardoor je het netwerk van publieke exterieurs en interieurs als geheel kunt lezen. Dat is een ontzettend belangrijke les die daarin zit. En ik vind het dan ook heel belangrijk dat een stad die met deze problematiek bezig is, of met initiatieven voor bibliotheken en stadshallen, et cetera, dat er zo'n analyse wordt gedaan, dat die kaart wordt gemaakt. En
tot nu toe heb ik hem in Tilburg niet gezien. Ik weet natuurlijk lang niet alles wat hier gebeurt, wat er ontworpen en getekend wordt. Maar nou ja, ik denk dat de boodschap duidelijk is. Zo'n kaart heb je nodig om te kijken of een gebied als stedelijk gebied met interieurs en exterieurs goed gaat functioneren. Die kerken, dat waren dus de publieke interieurs van die tijd. En je ziet ook op heel veel Nederlandse schilderijen uit de 17e eeuw met name, dat kerken ook daadwerkelijk zo gebruikt werden in die tijd met name. Schilderijen zijn meestal niet gemaakt om een dienst, een kerkdienst weer te geven. Het gaat helemaal niet om die functie van de kerk. Maar er zijn gewoon mensen die een ommetje maken en even de kerk binnenlopen. Soms zie je zelfs ook hondjes op die schilderij. Ik geloof dat er hier ook een paar rondlopen. Dat kon dus in die tijd. En in andere tijden nemen andere functies van gebouwen die rol eigenlijk over. Nu zul je niet meer zo makkelijk even de kerk binnenlopen. Ik denk dat in Nederland veel kerken ook gewoon overdag op slot zijn. Maar de stad heeft altijd behoefte aan dit soort plekken voor de mensen. Je wil in de stad niet altijd buiten hoeven blijven, maar ook zonder plichtplegingen, zonder commerciële druk of wat dan ook, zonder een kaartje te hoeven kopen, even ergens naar binnen kunnen. Dat kon in de kerk. Wat je onmiddellijk ook afvraagt en wat je ook als ontwerper bij dit soort opgaven afvraagt is, hoe gaat dat dan met die hondjes die daar binnenlopen en met andere mensen die daar eventueel, of met mensen die daar eventueel rommel achterlaten? Er moet toch een zekere vorm van beheer zijn. De boel moet worden schoongemaakt. Tegenwoordig verwachten we ook dat een publiek interieur verwarmd is in veel gevallen. Dat het verlicht is 's avonds. Wie zorgt daarvoor? Dat hoef je nou juist als gebruiker van zo'n publiek interieur helemaal niet af te vragen. Gaat vanzelf. Je houdt er niet eens rekening mee. Nou, in de 19e eeuw kwamen er hele andere type openbare of publieke interieurs op. De stations is een belangrijk voorbeeld. Nog steeds gelden die in heel veel plaatsen als plekken waar men gewoon naar binnen en doorheen kan lopen. Veel stations in Nederland zijn stations aan een doorgaande lijn, waardoor je ook het station kunt gebruiken om van de ene kant van het spoor naar de andere kant te komen. En dat wordt tegenwoordig wel eens belemmerd, doordat er toegangspoortjes komen, waardoor je alsnog een pasje moet hebben of een treinkaartje of wat dan ook. Wil je eigenlijk niet. Er zijn allerlei redenen voor te noemen. De NS vindt het belangrijk voor de controle, voor de veiligheid in het station. Is wat voor te zeggen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat je daarmee die publieke toegankelijkheid aantast en dat je ook daar als ontwerper op kunt inspelen. Er is heel wat aan vorm te geven aan hoe je een gebouw kunt komen. Ook als er iets gecontroleerd moet worden. Ik vertel zo dadelijk iets meer over de foyer van de Rotterdamse Schouwburg. Omdat het een voorbeeld is van een doelbewust gecreëerd publiek interieur. De Schouwburg had aanvankelijk zijn foyer op de verdieping aan de achterkant van het gebouw. Kon je dus helemaal vanaf de straat niet zien. Kon je ook niet komen als je gewoon in de stad bent en niet naar een voorstelling ging. Er is een directeur geweest, Jan Zoet. Die heeft heel bewust gezegd, ik wil die hal aan de straat op de begane grond. Daar wil ik mijn foyer. En ik wil ook tegelijkertijd dat die foyer de hele dag open is, ook als er geen voorstelling is. En dan kunnen mensen ten eerste die ruimte gebruiken als publiek interieur. En dan worden ze toch heel ongedwongen geconfronteerd, in aanraking gebracht met de voorstellingen die in dat theater plaatsvinden. Zonder verplichting, maar gewoon door de ontmoeting met die cultuur. De ontmoeting is niet alleen tussen mensen, maar is ook tussen mensen en diensten en tussen mensen en stadscultuur. Dat werkt enorm goed. En er was een periode dat dit net open was, waarin in tegenstelling tot de landelijke trend de Rotterdamse Schouwburg meer bezoekers naar voorstellingen trok ook dan voorheen. En je zou kunnen zeggen dat het publieke interieur daar een bijdrage aan heeft geleverd. De kwaliteit van de kaart komt niet helemaal goed uit de verf door de projectie. Maar ik hoop dat toch te zien is dat we om
die situatie goed te analyseren, ook van dit deel van het centrum van Rotterdam, met boven in beeld het nieuwe station. En middenonder het Schouwburgplein met de bioscoop erop, de Doelen aan de noordkant en de Schouwburg aan de zuidkant. Door die gebouwen open te werken, daar waar de stedeling gewoon naar binnen te lopen, kun je laten zien hoe dat systeem, dat netwerk van publieke interieurs en exterieurs in de stad werkt en hoe je daar als ontwerper vervolgens mee om kunt gaan. Wij hadden als pilotproject niet zozeer de Schouwburg, want dat was al gedaan, maar de Doelen. En het verschil tussen het voorgaande plaatje en deze is dan ook dat hier gesuggereerd wordt dat ook de begane grond van de Doelen, ik weet niet of je die concertzaal kent, maar er is een hele grote begane grond die eigenlijk altijd dicht is. Er zitten wat restaurantjes en winkeltjes in de rand, maar daarachter is die toegangshal, die foyer, die zo'n ontzettende kans biedt voor de stad om daar juist die culturele hotspot te hebben als publiek interieur. Die is nu dicht en we hebben gezegd, laten we eens kijken hoe je dat beter kunt benutten voor de stad. Hoe je daar een betere plek voor de stad van kan maken door hem open te stellen en hem dan ook met het ontwerp daar beter op in te richten. Nou, hier is een architectenbureau mee aan de slag gegaan. Scheurwater van der Hoven uit Rotterdam. En terwijl wij dachten van een publiek interieur, dat maak je door juist het materiaal van de straat, bij wijze van spreken, hè, de straatstenen door te laten lopen naar binnen, zodat iedereen heel duidelijk ziet van buiten en binnen vormt één geheel. De binnenruimte is bijna net zo openbaar toegankelijk als de buitenruimte. Hebben deze ontwerpers juist gezegd, lekker recalcitrant, laten we nou juist die vloer heel prettig maken als een soort huiskamer van de stad en dat huiskameridee juist benadrukken met een enorm tapijt. Heel belangrijk was natuurlijk dat het moment van kaartjescontrole, wat nu aan de voordeur is, waardoor mensen in de regen staan te wachten in grote drommen, als daar een uitverkochte voorstelling aan de het gaat beginnen, dan staan de bezoekers buiten te wachten tot hun kaartje gecontroleerd is en ze door de deur naar binnen mogen. Dat moment moet je natuurlijk dieper in het gebouw brengen. En dus bij publieke interieurs is altijd de vraag van hoe ga je dat zoneren? Hoe ga je die functies in zo'n gebouw die wel wat meer privacy of toegangscontrole of wat dan ook nodig hebben, hoe breng je die in dat gebouw onder, zodat die kunnen functioneren terwijl de publieke toegankelijkheid zo min mogelijk wordt aangetast? Dat is natuurlijk bij een bibliotheek ook. Hè. Daar mag men ook niet zomaar met kostbare boeken naar buiten lopen. Daar is ook een controlesysteem nodig. En tegelijkertijd, hè, en dat wordt dan geleerd van hoe de grote warenhuizen dat altijd hebben gedaan, tegelijkertijd wil je dat mensen zich vrij voelen om binnen te lopen. Hier is dat gedaan door de kaartjescontrole naar de trappen te brengen. Nu is er in de Doelen een weerwar, zal ik maar zeggen, van trappen op allerlei plekken in het gebouw van de begane grond naar het niveau waar de foyers en de toegang naar de zalen zitten. In dit plan, wat hier gemaakt is, wordt niet uitgevoerd, hè, want ze durven het geloof ik niet echt aan. Maar hier is er dus voor gekozen om te zeggen, nee, dan maken we ook één grote, hele pontificale trap. En daar vindt dan die kaartjescontrole plaats. Er zijn meer aspecten aan het ontwerpen van publieke interieurs die niet altijd even eenvoudig zijn. Hier is het station van Straatsburg, wat is uitgebreid. Dat is een monumentaal oud gebouw, wat te klein werd om die hele reizigersstroom te kunnen verwerken. Dus het is uitgebreid met een enorme glazen kap. En dit was het station zoals het voor de aanbouw van die kap was. En de artist impression liet heel goed zien, dat is een belangrijk aspect van dat publieke interieur, is dat het transparant is. Het daglicht valt er binnen en je kunt van buitenaf goed zien waar je naartoe gaat. Dat is, als je het mij vraagt, is dat wat deze artist impression wil zeggen. Dit is het resultaat. Als je glas bol maakt, dan wint het licht binnen het bijna nooit meer van de reflectie. Dus dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden. Ga je een publiek interieur ontwerpen waarbij de toegankelijkheid en transparantie een doelstelling is,
test dan of dat ook werkt met wat je aan het doen bent. De toegang moet uitnodigend zijn, heb ik al het nodige over gezegd, denk ik. En dat doe je dus niet zo. Wij hebben even zitten photoshoppen. Dit zou een eerste stap kunnen zijn. Hè, dit is natuurlijk minimaal met grafische middelen. Maar op alle niveaus kan het beter dan van die vreselijke toegangspoortjes. Dit is het station van Porto, het oude station van Porto. En daar zie je hoe een station op een prettige manier toegankelijk kan zijn. Ook daarvoor geldt dan, als er controle nodig is, dan trek je dat naar een plek dieper het gebouw in. Zodat in elk geval de hal die toegankelijkheid heeft die die moet hebben. Nou, gelukkig weten we inmiddels dat met deze argeloze, minder onvriendelijke paaltjes je ook voor de trein kunt inchecken. Dus er is ook op dat gebied denk ik nog een wereld te winnen. Nou, openingstijden is iets belangrijks. Hè. Als je de ouderwetse winkeltijden nog even je kunt herinneren. Winkels waren open van 9 tot 6 en zaterdagmiddag gingen ze om 4 of 5 uur dicht. En dan was het over. Dat kun je nou bij een publiek interieur natuurlijk niet hebben. Hè. Dus ruime openingstijden. Dat is belangrijk. En ik pak hier even als voorbeeld een plaatje van het atrium van het stadhuis in Den Haag. Dat vind ik een van de goede klassieke publieke interieurs. Dat is zo gemaakt dat overdag alles open is. En 's avonds gaan bij een aantal loketten en winkeltjes en cafeetjes eventueel de deuren dicht of de rolluiken. Maar dan kun je nog steeds die hal als doorgang wel gebruiken. Nou, tenslotte dan nog even een van de meesterwerken op dit gebied. De grote passage in Milaan, vlakbij het Domplein, waarvan het natuurlijk ondenkbaar is dat die 's nachts zou worden afgesloten, omdat die gewoon een rol speelt in het voetgangersstratennetwerk van de stad. In Den Haag daarentegen is ook een prachtige passage. Die gaat wel dicht 's avonds, op zeker moment. En dan moet je dus omlopen en dan is het publieke interieur van de nacht een ander dan dat van overdag. Ik vertel wat over bibliotheken, belangrijke publieke interieurs. En dit zijn nou publieke interieurs die niet verdwijnen als zodanig, hè, zoals veel kerken tegenwoordig zijn afgesloten. Maar de bibliotheek is er eentje die als een soort phoenix telkens weer een nieuw leven krijgt. En dat staat ook nu weer te gebeuren. Ik onderscheid drie fasen in de geschiedenis, waarvan in de eerste, het bedenken van de bibliotheek, was met een heel ander doel dan dat van de bibliotheek nu. Het was een verzamelplaats voor boeken, voor een hele kleine lezende elite. Dat waren gebouwen waar ook een eerbiedwaardige stilte heerste en waar niet zomaar iedereen welkom was. Vervolgens wordt het publiek wel de bibliotheek binnengehaald. De openbare bibliotheek ontstaat. Dat is nog helemaal niet zo ontzettend lang geleden. Ik denk in de 19e eeuw. Dat het principe bedacht werd dat het de moeite waard was uit een educatief oogpunt om iedereen kennis te laten maken met boeken en ook boeken te gaan uitlenen. En dat was dus echt een nieuwe functie van de bibliotheek. En daarmee werd de bibliotheek ook publiek interieur. Nou, tenslotte de fase waar we nu in zitten. Nu wordt niet alleen het publiek, maar nu wordt de stad de bibliotheek binnengehaald. En de bibliotheek zal zijn functie van primair boeken uitlenen misschien kwijtraken. Misschien blijft dat nog wel een poosje. Maar het gaat nu echt om informatieuitwisseling, communicatie en ontmoeting. Ik geef een paar voorbeelden. Prachtige bibliotheek in Florence van Michelangelo, de Biblioteca Laurentiana, waar de boekenzaal, waar ook gestudeerd kan worden, heel nadrukkelijk en doelbewust op de verdieping werd gemaakt, omdat de rivier die door Florence stroomt nogal eens overstroomt en die boeken enorm kostbaar waren en dus niet op het maaiveld mochten worden opgeslagen. Dat was dus een expliciet onderdeel van de ontwerpopgave. En dan zie je vervolgens aan die pontificale trap je kunt die trap oplopen natuurlijk, maar je moet het wel durven.
En dan kom je in zo'n zaal die ook absoluut niet het karakter heeft van een publieke ruimte. Hier nog even de doorsnede, waarin je kunt zien de connectie tussen het maaiveld en of tussen het straatniveau en de verdieping waar de boeken dan te vinden zijn. Nou, de grootmeester van de bibliotheek uit de moderne tijd is Alvar Aalto. En wat ik leuk vind om te vertellen over deze bibliotheek in Seinäjoki in Finland. Een ontzettend mooi gebouw, prachtig interieur. Maar dat niet alleen, het is onderdeel van een stedelijk complex. Dus ook Aalto begreep al dat het goed was, dat het verstandig was om in een compacte ruimtelijke setting een aantal stedelijke functies bij elkaar te brengen. Juist in dat enorme Finland met zijn kleine steden was het belangrijk om de mensen bij elkaar te krijgen, die ontmoeting weer te faciliteren. En zo zie je hier dan ook een kerk, een gemeentehuis, theater en concertzaal en de bibliotheek in één complex bij elkaar gebracht, goed ontworpen. Het is echt een plek bij elkaar. En inmiddels is deze bibliotheek van Aalto al veel te klein geworden en is hier een forse uitbreiding gebouwd. Dus ook daar zie je dat die bibliotheek gewoon tijden overleeft. Dat hoeft eigenlijk nauwelijks meer, zou je kunnen zeggen. Want je kunt nog met zo'n hele stapel boeken en paperassen aan een tafeltje gaan zitten lezen. Maar feitelijk past die hele bibliotheek allang binnen het formaat van een tablet. Hè. Dus al die boeken die daar in papieren vorm zijn opgeslagen, die kunnen inmiddels op zo'n kleine chip samen worden gebracht. Dus ook daar wordt nog een keer bewezen eigenlijk dat de bibliotheek nu andere functies heeft als gebouw dan alleen maar het opslaan of beschikbaar stellen van de literatuur. Nou, dat bibliotheekbezoekers niet zo makkelijk te ontmoedigen zijn, dat blijkt dan uit deze foto, dus dat komt wel goed. Er is ook nog, de oude vraag was eigenlijk, hoe krijg je de mensen aan het lezen? Dat was dan de oorspronkelijke bedoeling en functie van de oprichting van de openbare bibliotheek. En in sommige gevallen wil Mozes niet naar die berg toe en zul je de berg naar Mozes moeten brengen. En ook daar is in voorzien in vroege tijden. Hè. Dus de bibliobus reed rond om de boeken bij de mensen te brengen. En ik kon gewoon niet kiezen uit al deze schitterende historische foto's. Maar de boodschap die foto's ook overbrengen, is dat ook daarbij die bibliotheek wel degelijk een ontmoetingsfunctie had. En dus op plekken waar een gebouw niet te betalen is, of wat dan ook, is toch die bibliotheek als sociale factor enorm belangrijk geweest en dat blijft. Dan nog twee recente voorbeelden, hè, waar dus al is ingespeeld op de veranderende functie van de bibliotheek. De grote bibliotheek in Amsterdam is heel doelbewust opgezet als een soort warenhuis. Het is dus helemaal niet meer dat boekenpaleis alleen, heeft niet meer dat eerbiedwaardige karakter, heeft ook niet echt het karakter van een openbaar gebouw, maar echt, je loopt er naar binnen alsof het een warenhuis is. Er zit ook een restaurantje met een soort brug boven de ingang en ik heb daar eens een uurtje gezeten en zitten turven en gezien dat maar ongeveer 10% van de mensen een boek onder de arm hadden of een tas waar boeken in zouden kunnen zitten. Dus daarmee was voor mij eigenlijk heel duidelijk dat het bibliotheekbezoek nauwelijks meer samenhangt met het lenen van boeken. Nou, dat zie je dan ook als je daar binnen rondkijkt. En een ander voorbeeld wat we ook in onze studie naar publieke interieurs hebben opgenomen is de bibliotheek van Almere. En daar is een grappige parallel te trekken met die bibliotheek van Michelangelo in Florence. Omdat hier, als je heel goed kijkt in het rode rondje, dan zie je dat op maaiveldniveau in het grote stedenbouwkundige plan van Rem Koolhaas eigenlijk maar een heel klein puntje van die bibliotheek publiek interieur is, want dat grote zwarte vlak daarachter, daar zit de parkeergarage.
Dus deze bibliotheek had maar heel weinig ruimte op straatniveau. En dat was dus een, je zou kunnen zeggen, een handicap voor de ontwerpers. Om daarmee toch een goede publieke ruimte te maken, een publiek interieur. En dat hebben ze opgelost door een systeem van trapsgewijze vides, waar je dus toch op een hele plezierige manier vanuit die kleine, betrekkelijk kleine hal doorzicht hebt in het publieke interieur wat zich op hogere lagen bevindt. En dit is dan de plattegrond, nollykaart zou je kunnen zeggen, maar dan van de verdieping, waarbij het gemeentehuis boven in beeld alleen een vide heeft. En het feitelijke publieke interieur van de bibliotheek bevindt zich dus pas op die laag. In doorsnede ziet dat er dan zo uit. En ook hier kun je op allerlei plekken zien dat boeken allang niet meer de hoofdrol spelen in zo'n bibliotheek. Een paar voorbeelden nog van bibliotheken, van gebouwen die een beetje dezelfde handicap hebben als de spoorzone, namelijk dat ze aan de achterkant van het station liggen. Daar is ook de Koninklijke Bibliotheek gebouwd, destijds door OD 205. Een schitterend gebouw en ook met schitterende interieurs, alleen vindt hem maar eens. Zelfs de kaartjes die je de weg moeten wijzen om die bibliotheek te vinden zijn nauwelijks te lezen en in de werkelijkheid is het zo nodig nog lastiger. Nationaal Archief zit daar ook, is ook een soort, zou een vrij publiek gebouw kunnen zijn, maar heeft eigenlijk nauwelijks het karakter wat daarbij past. Dit is dan die omgeving. En dan denk je dus wel, dat zou in Tilburg beter moeten. De Storkgieterij is een vergelijkbaar voorbeeld. Daar gaat het niet om een bibliotheek, maar om twee grote mbo-scholen die daar tegenaan zijn gebouwd. Tegen die prachtige historische ijzergieterij. De aanleiding was hier ook heel duidelijk het industrieel erfgoed waar we wat mee mochten doen. Waar je iets moois mee van kan maken. En tegelijkertijd was ook hier het publieke interieur Wat duidelijk in de opgave was geformuleerd. De directies van die scholen die wilden echt een gebouw maken voor de stad, waar niet alleen maar de leerlingen van de school gebruik van maakten, maar ook de gewone stedeling kon binnenlopen. Het gebouw leent zich er perfect voor, zou je kunnen zeggen. En aan de andere kant, ondanks het enorm ambitieuze plan voor stadsontwikkeling in Hengelo aan de achterkant van het spoor, want het stadscentrum ligt dus eigenlijk buiten beeld aan de bovenkant van het plaatje. Blijkt dus dat het niet meevalt om in die ruimtelijke context zo'n publiek interieur tot leven te laten komen. Vervolgens is daar een rijschool in gevestigd en een boekwinkeltje en een cafetaria. En die hebben het dus ook commercieel allemaal heel moeilijk, omdat er gewoon te weinig aanloop is. Dat zijn dingen waar je goed op moet letten. Ik ga afronden door nog toch natuurlijk nog iets over die spoorzone te zeggen, of vooral plaatjes te laten zien. En was dus de oude vraag, hoe krijg je de boeken bij de mensen? Je zou als nieuwe vraag kunnen formuleren, hoe krijg je de stad in je bibliotheek? En dat gaat dus heel duidelijk over de relatie tussen buiten en binnen. Het gaat over de ruimtelijke context, zoals ik heb gezegd, en over het programma. Het zou zonde zijn als zo'n bibliotheek daar het in zijn eentje moest doen. Dat is ook niet de bedoeling. Een stadshal houdt natuurlijk meer in dan alleen maar een bibliotheek. En er zal ook goed aan gewerkt moeten worden om te zorgen dat die functies ook inderdaad op die plek allemaal kunnen bestaan. Ook functies die het wel moeten hebben van zekere commerciële activiteiten, die omzet moeten maken. Wil je die in zo'n gebied zich laten vestigen, dan moet je ook zorgen dat er levensvatbaarheid voor is. Dit plaatje was eigenlijk de meest simpele manier waarop ik die connectie tussen de stad en de spoorzone of de lokhal kon weergeven. En je zou kunnen zeggen, dit is er al, maar vervolgens
moet het ook nog functioneren, moet het ook nog werken? De realiteit. En een paar plaatjes uit eerdere bijeenkomsten van Kast, die eigenlijk over ditzelfde onderwerp gingen. En ik heb dat met heel veel plezier zitten bekijken en beluisteren allemaal. En dan zag ik eigenlijk bij al die mensen die presentaties gaven dezelfde worsteling om uit te leggen hoe nou straks dat centrum van Tilburg gaat functioneren. En hoe dan in dat kader van dat te wijdlopige centrum de spoorzone en de lokhal gaan functioneren. En dan zie je dus dit soort kaarten allemaal voorbij komen. Uit allerlei verschillende hoeken komen ze. Er zijn ook mensen die ik heb horen vertellen dat Tilburg een soort Efteling moet worden. Dat lijkt me dan weer een minder goed idee, eerlijk gezegd. Dit is dan al even ingezoomd op de lokhal. Maar ja, die grote blauwe pijlen, ik wil het best wel geloven, maar het is nog niks. Hè. Er moet aan gewerkt worden, er moet aan ontworpen worden. En dat begint met een goede analyse van hoe op deze plek de stad in elkaar zit, wat daar voor toekomstmogelijkheden liggen, hoe de gebouwen in de ruimte staan en hoe die ruimte, de openbare buitenruimte en de publieke ruimte binnen met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Nou, ik had het al eerder gezegd, die Brokslaan is een enorme barrière, maar daar ontstaat dan ook weer, wordt dan ook weer zo'n kaart laten zien, waarin je wel de aankleding van dat profiel van die weg ziet, maar helemaal niet wat die met zijn omgeving te maken heeft. Nou, nog vier van die voorbeelden. Heel divers, maar allemaal maken ze voor mij duidelijk dat eigenlijk die goede analyse van de problematiek nog ontbreekt. Zelfs deze, prachtige plaat natuurlijk, hè, en die vanzelfsprekende entree van het station aan weerszijden, die is er ook nu. Maar hoe wordt dat dan weergegeven? Met in de voorgrond een enorme autobarrière. En dat zou eigenlijk niet moeten. En dan kom ik dus nog een keer terug op dat hele belangrijke plaatje waar die barrière nou minder heftig in beeld is in elk geval. Dit is nu de werkelijkheid. En ik zie dat als een heel goed aanknopingspunt om de spoorzone en de lokhal voor elkaar te krijgen. En ik zou zeggen, laten we in Tilburg beginnen met eens een fatsoenlijke nollykaart te tekenen. Daar wou ik mee afronden. En wellicht zijn er vragen. Dankjewel, Matthijs. Volgens mij ook een heleboel voorzetten dadelijk ook naar het verhaal van Petra. Dus we komen vast ook nog wel even bij je terug naar haar verhaal, wil ik voorstellen. Oké. Voor nu zijn er vragen aan Matthijs. Ja, misschien kan Henriette die kant op komen. Ja, meneer Van Boeschoten of was het? De Boer, Matthijs de Boer. Meneer ja. De Boer. U bent 16 jaar te laat. Ik verwijt u dit niet. Maar er zijn een hele hoop dingen in de revue gepasseerd in Tilburg. Die nu knellend zijn voor de ontwikkeling van de spoorzone. Voor het publieke interieur. Ongetwijfeld. Als u gaat kijken, dan is de Paleisring, de Spoorlaan, de Burgemeester Brokslaan, zijn barrières om de verbinding goed te brengen. U heeft heel duidelijk van mij aangegeven, ik ben het ook helemaal mee eens, dat het publieke interieur een binnen en een buiten moet zijn, maar die naadloos in elkaar overgaan. Zo is het, ja. En als u hier gaat kijken naar de lokhal, hebt u een enorm probleem. Laat ik zo vertellen. Jaren geleden hadden wij hier een burgemeester Becht, die ging voor de compacte stad. Die meneer had beter iets af kunnen breken, wat er niet meer toe deed, om ruimte te scheppen om de stad open te maken. Want we hebben alleen maar een lintstructuur in Tilburg. En dat is eigenlijk het hele jammer. En daar zitten die barrières. Ik denk dat we het helemaal eens zijn. Met die verstande dat ik wel geloof dat er met een goed plan, een goed ontwerp, voor die interactie tussen buiten en binnen, is er een wereld te winnen. En dat kan wel degelijk. Maar dan moet je dus al die verschillende kaartbeelden die ik liet zien, die moet je durven samen in een goede analyse onder te brengen. En dan is te kijken van wat kun je dan doen. En zolang je buiten en binnen als aparte onderwerpen die niks met elkaar te maken hebben blijft beschouwen, dan zal het ook niet goed komen, is mijn opvatting. Zijn er ook mensen in de zaal die zeggen van nou, ik ben er eigenlijk best wel wat
optimistischer over. Die goede voorbeelden zien in Tilburg, waar juist die publieke ruimte wel de goede kant op gaat. Ik zie daarachter wel mensen knikken. Maar ik denk dat er nog heel wat werk te doen is als ik het zo hoor. Is er iemand die zegt van nou, ik wil wel meewerken aan zo'n... Bas, ja? Ja, ik wil wel een poging doen, want het is wel heel erg erbarmelijk als niemand wat zou zeggen daarover. Want ik denk, even advocaat van de duivel, als het dan zou moeten heten. Er is ontzettend veel geïnvesteerd in de kwaliteit van de publieke ruimte in de binnenstad. Zeker in de oostelijke binnenstad of in de westelijke binnenstad rond het Dwaalgebied. De laatste jaren. Of het resultaat op de Heuvel helemaal goed gegaan is, maar wel geïnvesteerd in die kwaliteit van de publieke ruimte. In de kwaliteit van parken, al lang geleden. Met muzentuinen en dat soort plekken. Er zijn juist ook nog opgaven en dat zou je natuurlijk ook zeker moeten benoemen. Maar je kunt toch niet zeggen dat er niet geïnvesteerd is in de kwaliteit van de open ruimte van openbare ruimte van de Tilburgse binnenstad. En ik denk ook dat Matthijs gelijk heeft, zeker met die verbindingen. Het Tilburgse station heeft niet zo'n poortjesprobleem zoals jij dat benoemt. Hè? Dus dat is een open verbinding. Er komt een goed plein aan de andere kant. Dus alle kaarten zijn op die manier wel goed geschud. Neemt niet weg dat zeker wat meneer benoemt, die grote barrières en die bundels die er ook naar binnen staan lopen, dat nog een grote opgave is om die op een goede manier te slechten. Nou, als we dat voor elkaar krijgen en je weet dan ook nog zo'n publiek interieur te realiseren, misschien wel het tweede, misschien met Emma-passage, hoewel dat s'avonds ook dichtgaat, het tweede publieke interieur in de stad, nou dan denk ik toch dat je goede stappen maakt en ja, dat het dan stil blijft in de zaal, dat doet me dan een beetje pijn. Dankjewel, Bas. Zijn er andere vragen? Daar? Zal ik even? Ja. Die kant op. Als ik je verhaal zo hoor, dan lijkt het me toch ontzettend belangrijk dat de zichtlijn van het spoor, de verbinding tussen Breda, Den Bosch en Eindhoven, die zichtlijn ook open blijft richting de entree van de lokhal. En dat daar geen fietsstalling tussen komt of een parkeergarage, maar dat juist die spoorlijn waar heel veel Brabanders gebruik van maken, juist een blikveld houdt op die boulevard die daar straks komt. En dat we daar als Tilburg geen gebouwen of parkeergarages tussen gaan plaatsen. Bent u het daarmee eens? Ik denk dat net als bijvoorbeeld transparantie, hè, dat zichtlijnen een enorm belangrijk onderdeel van de ontwerpopgave zijn. En dat je die ook goed moet analyseren waar de kansen zich voordoen, waar ze nu zijn en waar je ze eventueel kunt maken. En ze vooral niet frustreren als ze belangrijk zijn voor bepaalde functies. En om een entree herkenbaar te maken van afstand, absoluut. Ik heb zelf ook nog wel een vraag. Je legde in je presentatie iets uit over... ik interpreteer het maar even als verantwoordelijkheid van wie is die... Ja. Publieke ruimte en wie zorgt daarvoor? We krijgen er hier natuurlijk nog weer een flink stuk bij. In jouw onderzoek, wat voor partijen ben je tegengekomen die verantwoordelijkheid nemen? En hoe zou je Tilburg adviseren om daarmee om te gaan? Nou, kijk, als het een stadhuis is, dan ligt het voor de hand te denken, dat doet de gemeente. Mm-hmm. Als het gaat om een postkantoor, dan doet de PTT dat, zoals dat vroeger heette. Maar postkantoren zijn er eigenlijk niet meer in die vorm. Dus het is toch vaak wel de gebouweigenaar die de zorg op zich neemt. Mijn verhaal is natuurlijk om te beginnen dat de gewone gebruiker zich daar geen zorgen over hoeft te maken. Tegenwoordig is het wel vaak zo dat er een interessante groep van stakeholders te formeren is die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor beheer en onderhoud. En dat is ook in winkelstraten zie je dat steeds meer. Het is de leukere winkelstraten. Daar is een actieve groep van bewoners en ondernemers. En die zorgen gezamenlijk dat het schoon blijft, bijvoorbeeld. En dus zoiets zou ik me in een lokhal met meerdere gebruikers ook heel goed kunnen voorstellen. Dat die gebruikers dat gezamenlijk op gaan pakken. Ja, en dan bedoel ik dus niet de bezoekers, maar de bibliotheek en de huurders, Seats to Meet. En, ja.
innere vraag, Matthijs. Want deze kaart is natuurlijk een prachtige kaart. En ik denk dat het een hele goede oproep is om zo'n kaart te tekenen. Misschien wel voor elke stad. En zeker ook hier. Maar hij laat weinig zien van de kwaliteiten van de verschillende publieke ruimtes en interieurs. En natuurlijk zou je, als je voor zo'n kaart voor Tilburg tekent, het Koningsplein er ook mooi optekenen. Maar dat zegt heel weinig over wat dat voor plein is. Klopt. Ik vind het een vreselijk plein. Overigens, cultuurhistorisch misschien nog wel heel erg waardevol, maar als verblijfsplek erbarmelijk. Dus je kunt dat naast elkaar tekenen en zeggen, hey, die bibliotheek en het plein, die kunnen wel met elkaar. Maar als je dan gaat kijken, dat is een ander verhaal. Dus ik ben wel benieuwd naar die kwaliteitslaag in een dergelijke kaart. In de tijd waarin we nu leven, hoe zouden we dan naar zo'n kaart kijken? Ja. En hoe zouden we het kunnen maken? Ja, vind ik een hele goeie. Deze kaart van Nolly, die is natuurlijk ook zo mooi omdat die zo eenvoudig is. Hè? Er zijn eigenlijk maar twee tinten. En wij weten allemaal dat de werkelijkheid complexer is. Maar soms is het goed om een grafische weergave heel eenvoudig te maken, om een bepaald doel te bereiken, om heel duidelijk te zijn, heel expliciet. Toen wij kaarten gingen tekenen van moderne steden, van onze eigentijdse steden, kwamen we om te beginnen op de vraag van, is nu het gebied wat min of meer exclusief aan het autoverkeer is toebedeeld, hoort dat bij de publieke ruimte, ja of nee? Dus hebben we gezegd van ja, we ontkomen er niet aan om het autoverkeer een andere tint te geven dan de voetgangersruimte. En dan ben je dus al aan die eenvoud aan het tornen. Dan heb je het ook over kwaliteiten en dan kun je steeds een stapje verder in gaan. En uiteindelijk is deze kaart natuurlijk ook maar die eerste stap, waarin je dat netwerk kan herkennen, waarin je de plekken kan herkennen, waarin je afmetingen en verhoudingen kunt herkennen. Maar je ziet niet wat de kwaliteit is van de straten of van de gevels van de gebouwen. Dus er is meer nodig dan alleen deze kaart. En tegelijkertijd, de Nolly-kaart van 2017, die heeft een aantal andere lagen nog dan deze. Dus ook de nachtkaart is anders dan de dagkaart. De kaart van de eerste verdieping of van de kelderverdieping kan interessant zijn. In Rotterdam heb je bijvoorbeeld de Koopgoot met het ondergrondse metrostation. Daar zit ook allemaal publieke ruimte onder het maaiveld. Dus de steden van vandaag zijn complexer dan het Rome van de 18e eeuw. In die zin. Goed, als er verder geen vragen zijn, dan wil ik graag verder gaan met de volgende presentatie. Jij nog wel? Ja? Laatste vraag. Ik zal even te denken van het probleem lijkt me zo groot en zouden we niet kleiner kunnen beginnen door de spoorzone als een soort gebied ideaal in te richten volgens de Nolly-kaart. Want dan zou je een soort, dan kun je via een vlekwerking dat groter maken. Het gebeurt elke keer niet en in dit gebied heb je nog wel de mogelijkheid om het te doen. Dus dat je eigenlijk dit gebied moet kunnen doorwaarden. Voor een groot deel moet het nog allemaal ingericht worden. Dat is waar. Er is geen reden om dat niet goed te doen. Maar ik ben natuurlijk expres begonnen met die grote schaal om toch ook wel een zorg te uiten van als je het niet heel goed doet, dan is de kans op mislukken groot, omdat ook die verbindingen eigenlijk zwak zijn en het centrum te wijdlopig is. De voorzieningen te veel gespreid. Dus je moet echt alles op alles zetten om het goed te krijgen. Een keerzijde is dat je het wel kunt verbeelden zo van, dit is wat we willen. Ja, tuurlijk. Ja. Nee, daar ben ik ook groot voorstander van. Want doe het gewoon zo goed mogelijk. En steek daar ook het nodige werk in. Ja. Ja. Wou je er nog iets aan toevoegen? Nou ja, wij zeggen altijd, wij vinden het heel erg belangrijk dat voor de bibliotheek een plein komt, zeg maar. Dat die Mag ik even aan? Je bent van de bibliotheek, hè? Ja. Sorry. Okay. En dus voor die lokhal dat er een plein komt, dat door dit fietstunneltje je op een plein, die buitenruimte en als het ware gewoon noodluis en gewoon die bibliotheek binnenloopt. Want dan trekken we het publiek wat we willen. Het werk daaraan, het ontwerpwerk, kan niet wachten, volgens mij. Dat is eigenlijk, daar moet je gewoon aan beginnen. Voor zover dat niet al lang gebeurt, hoor. Ik weet natuurlijk niet alles wat er gedaan wordt in Tilburg. Maar mijn gevoel was dat het allemaal niet helemaal synchroon loopt. En dat er veel werk aan de winkel is. Goed.
Allerlaatste. U heeft daar straks een beeld laten zien van een woning in de V-buurt, in de Reeshof. En toen liet u zien dat er dus de afstand tussen Breda, het centrum van Breda, het centrum van Tilburg ongeveer gelijk ligt. Ongeveer, hè? Het is een beetje gechargeerd, maar ja. Maar dat is natuurlijk gewoon een geografisch beeld. Maar als je nou kijkt naar het centrum van Tilburg, dan ligt dat ook niet midden in de bebouwing van Tilburg. Het ligt duidelijk meer aan de oostkant. En hoe los je zoiets nou op? Want je kunt het de Koningsplein pakken of je kunt de spoorzone pakken, maar je blijft aan die kant van de stad zitten. Nou, er zijn heel veel steden waarvan het centrum niet in het meetkundige midden ligt. Steden die aan de kust gebouwd zijn bijvoorbeeld, is dat al bijna per definitie zo. Dat is op zich het probleem niet. Dus als ik u hoor zeggen het centrum ligt te veel aan de oostkant, dan denk ik ja, de oostkant van wat? Het centrum is het centrum. Tegelijkertijd ben ik het denk ik wel met u eens dat centrum is ruimtelijk niet heel helder gedefinieerd. En dat, ja, dat is een handicap die komt doordat Tilburg natuurlijk niet een echt historisch, een middeleeuws stadscentrum heeft wat ommuurd is geweest. En daardoor is die herkenbaarheid ook een eeuwig probleem. En dat is des te meer reden om voor een goede analyse. We zullen het ook meenemen op 15 februari, zeg ik het goed? Ik ben Henriette even kwijt. Oh, daar. 15, hè? Ja. Dan praten we verder ook over de binnenstadvisie van Tilburg. Okay. Voor nu, Matthijs, dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel.